Rond 3 uur vannacht zijn portiers op het Rembrandtplein met stenen en flessen bekogeld door een agressieve man. Na een korte achtervolging werd de man in de Staalstraat opgepakt. Hij verzette zich flink tegen zijn aanhouding. Ook bespuugde hij agenten. Hierdoor werd een spuugmasker over zijn hoofd getrokken. De man is door meerdere agenten opgetild, in een politiebusje gestopt en afgevoerd naar het bureau. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan. Ondertussen zit de man nog vast. Volgens omstanders was het ook op andere plekken in de binnenstad onrustig. Er zouden zeker 4 verdachten bij vechtpartijen zijn opgepakt. Thank you.